Het leukste dorp van Overijssel. En elke dag bezoeken we zo'n leuk dorp. En dat zou zomaar Dedemsvaart kunnen zijn. Tenminste, we zijn daar vandaag. En misschien vindt u luisteraar dat wel het leukste dorp van Overijssel. Dan kunt u daar uw stem gaan uitbrengen. Henk Zomer uit Dedemsvaart. Een heel goedemorgen. Hele goedemorgen. Want Dedemsvaart is leuk. Dedemsvaart is superleuk. Oh, superleuk. Kijk. Ja, superleuk. Altijd de overtreffende trappen dat daar gaat. Daar gebeurt er vandaag. Maar ik wil eerst eventjes iets rechtzetten wat door miscommunicatie is ontstaan. We hebben gisteren op het laatste moment onze grote troef eigenlijk, Renier Paping. Ja, wie kent hem niet? Ja, iedereen kent hem van de Elfsteden, toch? Van de Elfsteden. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de bakker van die specialiteitstaartjes. Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Dat zijn wij. Maar wat hebben jullie veel specialiteiten? Meestal kom je eigenlijk maar één ding tegen. Ja, maar we zijn een gespecialiseerd banketbedrijf. Dus daar komen meerdere dingen in. Het is wel de pasgedoe. Oh ja, en we hebben de Dedemsvaart in beeld. Ja. Met de boot. De kleine, maar felle buien die toch nog ontstonden vandaag. Morgen geen buien meer. Morgen een hoge drukgebied op bezoek. Hoogzomers van Overijssel. Dus vanmiddag allemaal om 5:00 naar Kraancafé het dorp. Ja, want Dedemsvaart is toch het leukste dorp van Overijssel? Dat je dan gewoon je handen. Over dingen heen te springen. Ja, op zich wel. Je hoort er steeds vaker. Ja, jullie krijgen vandaag een workshop. Ja. Wat moeten jullie leren? Wat kunnen jullie? Ja, ik ben al heel blij van mij. Het enige van moet winnen omdat het verschrikkelijk compleet is, leuk is. Als je met jou weer aanpraat, dan hebben ze allemaal wel wensen, maar ze zijn enthousiast. En daarvoor vind ik dat het van de mooiste dat het is. Mooi betoog. Goed, misschien als ze dat in Vastluis ook wel vinden, daar zijn we morgen. Mijn collega Bart Kieft gaat u daar verblijden met allerlei leuke items. En ik wens u nog een hele fijne avond en dit was Dennis Vaart. Tot volgende dag. Yeah.